wij gaan vandaag mensen interviewen en we gaan als vraag stellen: wat vinden jullie van de vluchtelingen die in Nederland komen? Heel triest in de eerste plaats. En ik vind altijd mensen in nood moeten geholpen worden. Als het echt vluchtelingen zijn en ze vluchten echt voor de oorlog, dan mogen ze van mij hier blijven. Ik vind het goed en ik vind wel dat ze welkom zijn. Want als het in ons land iets ergs zou gebeuren, zouden we ook graag naar hun land willen komen. Ik vind het een heel triest verhaal. Die mensen moeten ergens heen. Maar ik vraag me af waar het een keer ophoudt. Begrijpelijk. En vindt u het goed dat ze komen? Of, ja. En ja. Waarom? Iedereen heeft recht op goed normaal leven. Ja, dat vind ik wel, dat mag je. En waarom? Vooral vluchtelingen die het heel moeilijk hebben of waar een land in oorlog is. Die moeten wij helpen, vind ik. Ja. Ja, vind ik wel. En waarom? Nou ja, ze hebben ook recht op een goed leven. En als het misschien te vol wordt, waar zouden de vluchtelingen dan heen moeten? Nou, het is nu nog niet te vol, dus daar ga ik nog niet aan denken. Ja, wat is te veel en wat is te vol? Mm-hmm. Dat weet ik niet. Dan moeten ze naar Noorwegen of naar Rusland, want die neemt niks op. Ik denk dat het niet heel gauw te vol wordt. Ik denk dat er nog wel het een en ander bij kan. Weet ik niet. Niet over nagedacht. Ja, op een gegeven moment houdt het een keertje op met opvangen natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen ze niet allemaal opvangen. Maar daarom zijn ze nu in Europa ook alles aan het regelen. Dat elk land wat vluchtelingen opvangt. Als het te vol zou worden, dan moet je dus voor die tijd al afremmen natuurlijk. Je ziet het aankomen. En als je zegt, hé, dit loopt vol, dan moet je het al voor die tijd gaan afbouwen. En waar zouden ze dan heen moeten? Naar een land waar minder mensen wonen. De meeste mensen vonden dat de vluchtelingen wel in Nederland moesten komen. En als de mensen hier niet terecht konden, moesten ze of naar een groter land. Maar sommige mensen wisten het antwoord ook nog niet.